landgenoten. Ik wens u en uw molspeurders een gezegende mollenjacht toe. Dat in deze tijden van economische malaise de mol maar snel gevonden mag worden. Lijk ik een beetje op Beatrix of nee hè? Ja, ik heb dat haar heb ik niet. Dat is, maar er zijn wel veel mensen lang mee bezig geweest om dit allemaal te beplakken. Nee hoor, dit is gewoon de kunst van videobewerking. Goed, intro tijd. Gaan we weer niet is wat het lijkt. Zelfs als je het 7 keren terugkijkt. Waar zijn al die moloten nou? Ik wil het weten, kom zeg me gauw. Wie is de, 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 wie? Wie is de mol? Podcast. Welkom bij... Waar komt dit nou weer vandaan? Ah goed, welkom bij aflevering 3 van de Wie is de Mol podcast 2011. Afgelopen donderdag konden we kijken naar aflevering 3 van de Mol. En ja, 1,8 miljoen mensen die keken ook. En ik denk dat zij allemaal in grote verwarring achterbleven. Want dit gebeurde er, samengevat in 43 seconden. De derde aflevering, de mol nog steeds in El Salvador met enerzijds de ververs, anderzijds de plakkers, ververs, plakkers, zon en regen. Enerzijds goed raden, anderzijds dan weer fout raden. Dankzij Beatrix toch nog wat geld in de pot. Want deze opdrachten moest publiek geregeld worden, een show bedacht en uitgevoerd. Wat groot, wat een spektakel. En als dank een staande ovatie en natuurlijk geld voor de pot. Dan deze opdracht, een sleutel in een kamer en via monitoren en camera's doorgeven waar wat lag. Heel ingewikkeld, mislukt dus ook, koffers gehalveerd en na wat overleg voor veel geld weer teruggekocht. Dan de test en de executie met veel groene schermen en blije gezichten. Maar er moet toch iemand als tweede naar huis. En dat wordt Horace. Hij moet naar huis. Helaas, dag. Wel lekker blijven plakken, hè? Horace dus, de tweede afvaller van dit seizoen. En dat is echt aan de ene kant heel jammer, want ik vond het echt een leuke kandidaat. Bracht veel humor in het programma. Aan de andere kant ben ik ook blij, want als ik al die theorieën online doorga, dan kwam ik steeds echt namen tegen dat ik dacht, zit ik naar de Russische Wie is de Mol te kijken. Maar dat bleek dan te gaan om mensen die Horace probeerden op te schrijven, maar niet wisten hoe dat moest. Echt, ik heb de vreemdste dingen voorbij zien komen, maar het is gewoon H-O-R-A-C-E. Nou, dankjewel Luciel. Op die manier dus. Nou ja, goed, daar hebben we nu geen last meer van. Maar jammer, Horace dus tweede afvaller. Ja, en de quote van de week die kwam natuurlijk van Karin de Groot, de arme vrouw. Ze roept voor 1,8 miljoen kijkers keihard op tv, dat is de mol. En 5 minuten later vliegt de mol eruit. Het is een beetje sneu, maar kijk even mee, arme Karin de Groot. Horace zit de boel te fucken, man, dat is de mol. Nee, kan niet anders. Horace zit de boel, kan niet anders. Die wil in de kamer alleen. Dat is de mol. Horace zit de boel, kamer alleen. Damn it. Horace is de mol. Dat is de mol. Damn it. Fuck, kan niet anders. Jan. Nee, die is van pijn. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Horace, dat is de mol. MC Karin de Groot in de huis, je weet zelf. Laat je horen, je weet. Goed, laten we dat vooral niet doen. En snel kijken naar de Wie is de Mol community. Want er is geen programma in Nederland dat zoveel digitale tongen losmaakt als Wie is de Mol. Op het forum van wieisdemol.com of het forum van wieisdemol.nl. Op Twitter, op Hives, het houdt maar niet op. Mensen schrijven wat ze denken en wat ze zien. En dat is leuk, want dat kunnen wij behandelen. Zoals dit mailtje dat ik ontving van Matthijs op widmvodcast@gmail.com. En hij schrijft, Karin is niet de mol, want ze ging bijna 100% op... Oh, Horace. Horace. Ik denk dat er Horace bedoeld wordt. En er was iemand die net zoveel fout had als Horace, maar die had de test sneller gemaakt. Maar Thijs, dat denk ik dus ook, want heel veel mensen die zeggen nu, Karin die is de mol, want zij zat volledig op Horace, maar toch ging ze er niet uit. Met een rood scherm. Ja, ik denk inderdaad dat Karin ook degene was die net wat sneller was, daarom ging ze er niet uit. En ik denk dan ook dat we Karin in een van de volgende afleveringen zien gaan vertrekken. Of ze moet nu ineens op de goede mol zitten. Ja, of ze is een mol, maar zo blijf je bezig. Liz 1703, die zegt, volgens mij heb ik gewoon een hint ontdekt in Wie is de Mol. Tekende Anna niet een mollenhoop in plaats van een vulkaan? Ik las dit en ik dacht, vrek, Ging ik even kijken. Toevallig is wel grappig. Een toerist heeft een paar weken na de opnames van Wie is de Mol een foto gemaakt van die muur die ze hebben beschilderd. En die is via op Google Maps terechtgekomen. Dit is die foto. En dan kan je goed in detail de tekening zien die ze hebben gemaakt. En ja, het is wel, Anna heeft flink echt een vulkaan lopen boprossen. Dat zien we wel. Alleen, ja, je zou het ook voor een mollenhoop kunnen zien. En dat kan gewoon even een stille hint zijn van Anna als mol zijnde. Dus goed gevonden, Liz. Sarpeentje die zegt, de aflevering om eens over te stappen van Marjana naar Patrick. De Elvis inbreng was... Joop van de Nende Theaterproducties presenteert met trots El Salva, de adembenemende hitmusical die je gezien moet hebben. Met zang, dans, acteren en Horace Cohen. Eindelijk is een musical zonder Chantal Jansen. Vanuit het Beatrix Theater in Utrecht. Romantiek, spektakel en humor voor het hele gezin. El Salva de musical. Reserveer nu en kijk op musicals.nl. Aan toe, of is toch Patrick met Elvis de mol? En even teruggekeken, hij wilde juist 2008 op de schilderring zetten. En dat 2008 deed de plakkergroep besluiten. Nee, deze komt uit 2008, dus die kan niet van onze andere groep zijn. Dus ik vind, kijk, je kan natuurlijk allemaal theorieën hebben met letters, met kleuren. Maar als je gewoon puur naar de molacties kijkt, dan zijn dit wel pittige acties van Patrick om de boel te saboteren. H. Christiaans, die schrijft op wieisdemol.nl, ik vind Jan wel erg verdacht. Hij zei in de uitzending gisteren ook iets van, er is licht aan het eind van de tunnel. Tja, wie graven er tunnels? Mollen. Zou een hint kunnen zijn. Of het is Jan die jouw hoofd op hol wil brengen door dit soort vage uitspraken. Ik weet het niet hoor. Weblog van Erik TKS dan, een modderspeurder die al vele jaren meegaat. Ook in aflevering 3 zijn er diverse opvallende zaken die mogelijk een hint kunnen zijn. Bijvoorbeeld op 4 minuten 1 seconde in de uitzending komt een kerkklok in beeld met de tijd 19 minuten over 5. De 19e letter van het alfabet is de S en de 5e de E. S en E zijn de initialen van Soundos Ahmadi. Zou dit naar haar verwijzen? Dat zou kunnen, ja, als je daar een antwoord op wil. Ik denk wel dat het heel ver gaat. Ik denk het niet. We gaan even naar Nienke B kijken. Die twittert naar mij. Jan die zei, ik ga niet tot het einde in één setje kleren lopen. Toen zijn koffer werd weggehaald. Tot het einde, hij is de mol. Ja, misschien zit hij er wel tot het einde in. En dat kan hij alleen zeker weten als hij de mol is. Maar zou hij dat dan hardop zeggen? En ik denk dat Jan gewoon ijdel is. En dat hij daarom zijn kleren graag wil hebben. Ja, je moet toch die koffer bij hebben. Vandaar. En dan tot slot een onwijze goede aanwijzing. Dat je echt denkt, wow. Dit kan geen toeval meer zijn. Dus dit moet er bewust zijn ingestopt. Door Heinz. Heinz, u kent hem, hij ontmaskerde live op televisie voor de finale Kim Pieters als mol vorig jaar met het kettingje. En hij heeft vaak hele goede theorieën, vaak wel met hulp van anderen. En dit is ook weer briljant. Ik zou zeggen, luister, in het topic van Patrick, daar haalde Nessie79 nog even de titel van aflevering 2 volgens het mollenboekje aan. Dat was Zoek de verschillen, vind de mol. Via mijn Wie is de Mol fansite werd ik door Deborah gewezen op het feit dat het stukje van Soendos in de leader van aflevering 2 als enige afwijkt van het stukje in de leader van aflevering 1. Haar stukje is gespiegeld. Tubasa die heeft vervolgens de lieden van aflevering 1 en 2 precies tegelijk naast elkaar gezet. Nou, je kan het hier zien. En dan zie je dat inderdaad... ja, Soendos. Kijk, is gespiegeld. En dat met de hint die de Avro gaf, zoek de verschillen, vindt de mol. Dit kan geen toeval zijn. Inmiddels ook opgelet bij aflevering 3. En daar is het weer gelijk als aflevering 1. De kant waarop Soendos kijkt. Maar ja, dan moesten we ook niet naar de verschillen zoeken. Dus dit is echt een hele sterke hint. Naar Soendos als mol. Tot zover de Wie is de Mol community. Is jou ook iets opgevallen? Laat het weten via bijvoorbeeld de comments op YouTube. Via mailtje naar wdm.podcast@gmail.com, @jurybreuk of #wdm op Twitter. Of de bekende fora van Wie is de Mol op internet. Voor veel mensen is geschiedenis niet het leukste vak op school. En vaak ook niet het beste vak. Maar toch moeten we er nu aan gaan geloven. Het is tijd om in de geschiedenis van Wie is de Mol te duiken. Maar misschien zijn vele molfans daar wat beter in. Ja, ik gaf toe. Ze waren wat makkelijk. Vorige week dit screenshot. En ja, dit was natuurlijk de schietopdracht. Wie is de Mol 2008. Aflevering 2, waarbij ze die flessen moesten schieten met de namen erop en met geld, et cetera. Oké, hij was wat makkelijk. Maar, dames en heren, we hebben een nieuwe screenshot. En dat is deze. En ja, je ziet dan meteen, dit is niet Wie is de Mol. Maar toch heeft het met iets van Wie is de Mol te maken. Dit plaatje heeft te maken met, nou laat ik zeggen, een spel uit een Wie is de Mol serie. Weet jij als echte molloot welke dat is? Laat het weten in een reactie. We gaan eens even een blik werpen op de wieisdemol.com pool waar een ware strijd gaande is. Nou, nog niet echt, althans het is niet echt spannend, want het ligt allemaal nog bij elkaar. Dit is de top 3 na de aflevering 3. Op 3 vinden we Tureluurs, op 2 de Bollen, die zijn nummer 1 positie van de afgelopen 2 afleveringen heeft moeten afstaan aan Bellag. Nieuwe nummer 1 met 431 punten. Dat is slechts een voorsprong van 7 puntjes, dus er kan nog heel veel gebeuren. En dat betekent dat als jij meedoet, dat je zomaar op plek 1 kan komen te staan. Hoe doe je mee? Ga naar wieisdemol.com en in het menu bij interactie kies je voor pool. Ben je toch op wieisdemol.com? Kijk dan eens naar The Virtual Mol. Dat is een online molspel dat inmiddels van start is gegaan op het forum van wieisdemol.com. Geschreven door Daisy, heel leuk, dus neem eens een kijkje. En tot zover aflevering 3 van de Wie is de Mol Vodcast 2011. Vergeet niet om dit filmpje even door te sturen naar je molvrienden en vriendinnen. Want misschien hebben zij er ook iets aan. Je kan je abonneren via YouTube, via de gele knop hierboven als je via YouTube bekijkt. Druk je op abonneren en dan krijg je automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast online komt. Kijk je het liever vanaf je iPod of je iPhone. Zoek dan in iTunes naar de Wie is de Mol podcast en abonneer je daar op de podcast. Ja, vrij logisch. Ik heb ook heel de tijd het idee dat iemand over mijn schouder meekijkt. Maar wie waren het? Opletten, molspeurer. Tot zover, tot volgende week bij aflevering 4.